Op donderdag 2 mei trok een gezelschap van 40 personen naar Enkhuizen om daar in het Zuiderzeemuseum een Spakenburgse bruiloft te vieren. Deze bruiloft werd georganiseerd door het Klederdracht- en Visserijmuseum in Spakenburg, dat zich achter de Noorderkerk bevindt. Dit gebeurde in het kader van de trouwmaand in het Zuiderzeemuseum, de maand mei. Onder een overweldige belangstelling gaven Wouter Koelewijn en Marie Duist in het museumkerkje elkaar het jaarwoord, waarna de bruiloft op het dorpsplein werd gevierd met liederen, zeut en boerenjongens.
het woord, zegt het woord. Hedenmiddag om 14:00 in de kapel vindt de huwelijksvoltrekking plaats tussen Marie Duits en Wouter Koolewijn in de kapel. Zegt het woord, zegt het woord.